De wisselkoers zal op eigen kracht van de overheid, en zeker onder het IMF-programma, niet omlaag gaan. Dat benadrukt VES-voorzitter Steven Deby Persat tegenover Lim FM. Volgens hem zijn er veel kromme dingen die gebeuren waardoor de koers loopt. Alleen de juiste maatregelen en vooral goede communicatie vanuit de regering zal hierin verandering kunnen brengen. Er is veel aan de hand. Als eerste, het wisselkoers gebeuren heeft twee kanten. Een zuiver economische kant en dat heeft dus te maken met is de economie sterk of is die juist niet sterk. Er zijn een paar tekenen die aangeven dat het toch niet de juiste kant op gaat. Er is een bepaalde zwakte bij de overheid. Om haar inkomsten te vergroten op een bepaald niveau te houden, om te voorkomen dat men moet gaan lenen. Aan de andere kant heb je dat wat mensen veronderstellen. We hebben gezien dat, en dat haal je meestal uit het nieuws, we hebben gelezen allemaal dat die tranche in juni niet is gekomen, dat het IMF zeer waarschijnlijk toch niet zo happy is met de uitvoering van de maatregelen. En tot op natuurlijk, dat is het nieuws van deze week, van dat we weer zover zijn dat we moeten heronderhandelen met het IMF. Maar mensen zien dat, mensen vatten dat negatief op en het heeft directe gevolgen op de wisselkoers. Maar het zorgt er ook direct voor dat het sentiment negatief wordt. Dat personen veronderstellen dat het slechter met het land gaat dan het daadwerkelijk gaat. Nu is dus de taak natuurlijk voor die overheid als eerste om te onderhandelen, heronderhandelen met het IMF, dat er begrip vanaf die kant komt dat de situatie in 2022 toch behoorlijk anders is geworden dan we vorig jaar hadden gehoopt of gezien, ingeschat als land. Maar belangrijk ook dat die overheid ook haar deel van het werk doet. En als men weet dat er vragen zijn in de samenleving, dat mensen merken dat de koers loopt, dat mensen willen een verklaring hebben wat er precies gebeurt op het wisselkoersfront. Mensen willen een verklaring hebben van wat gebeurt er ook met de prijzen van basisgoederen. Mm-hmm. Maar er komt helemaal geen communicatie of geruststelling vanaf de overheid. Dan duw je mensen juist in de richting van chaos. Iets wat erg moeilijk te controleren en te sturen is door een overheid. Dus nu is juist het moment dat van de overheid om met heldere communicatie te komen, om mensen eerlijk te vertellen waar we aan toe zijn. We hebben momenten meegemaakt in het verleden waarbij drogreden werden aangehaald, dus dat is uiteraard ook onkan. Maar nog slechter is om helemaal niet te communiceren. Behalve dat we hebben gezien dat die juni-tranche niet is binnengekomen, was er ook het moment rond die periode dat de douanekoers plotseling naar boven werd bijgesteld. Veel mensen hadden toen de vraag van, betekent het een devaluatie? Maar eigenlijk bleef het antwoord uit. Een paar weken geleden was er een persbriefing of een persconferentie van de centrale bank, maar het heeft niet geleid tot geruststelling in de samenleving. Toch is het een fundamentele taak van de centrale bank om te communiceren over wisselkoersen, over een bepaald beleid. En niet alleen maar communiceren over het afromen van overtollig geld, want voor mensen is dat geen boodschap. Ja, nou, de communicatie blijft uit. Maar wat zou er los daarvan nog moeten gebeuren om die wisselkoers omlaag te brengen? Oké, er zijn een aantal economen geweest die verklaringen hebben gegeven. Toch blijft het een feit van, er zijn heel veel landen die de steun genieten van het IMF. En je ziet bij al deze landen dat vanaf op het moment dat je onder supervisie van het IMF bent, dat je juist geen bemoeienis hebt met die wisselkoers. Het IMF zegt namelijk van elke beweging van een wisselkoers komt door de markt. En of het nu gaat om marktspelers die aan uitbuiting doen of een eerlijk gedrag op de markt. Eigenlijk zegt het IMF van zolang je niet de middelen hebt als centrale bank, mag de centrale bank de wisselkoers niet bepalen en dan wordt die bepaald door de markt. In ons land zijn er heel veel, de centrale bank noemt met distorties, er zijn heel veel kromme dingen in het wisselkoers gebeuren, maar het betekent wel dat wij allemaal consumenten, gezinnen, slachtoffer hiervan worden. Van personen die de wisselkoers opdrijven bewust, zonder dat er
zo'n groot probleem, fundamenteel probleem in de economie is. Maar uiteraard, met of zonder het IMF, het blijft toch wel een taak, een belangrijke taak van als eerste de centrale bank en als tweede de staat, om mensen ja, moet je zeggen, geruststelling, om mensen een verklaring te geven wat er precies gebeurt met de wisselkoers en of men van plan is om iets daarin te doen. En tot voor zover ik weet, is er geen enkel bericht vanaf die kant gekomen. Ik luisterde naar een gerenommeerde econoom, Winston Ramotar Singh is niet de eerste, de beste. En hij zegt, die koers gaat niet meer omlaag. Nee, dus trouwens, we zijn allemaal Surinamers. Het was wel een of anderhalve keer gebeurd, maar over het algemeen in ons land, op het moment dat een koers is bepaald, is er geen moment dat die omlaag gaat. Alleen op het moment, alleen dat ene moment van 2002, 2003, toen we die nulletjes wegschrapten en we gingen van een Surinaamse gulden naar een SRD, leek het erop dat er een verbetering van de wisselkoers was. Maar los van dat ene moment, vanaf 2011 zien we het alleen een bovenwaartse bijstelling van de wisselkoers. Dus, en wat direct betekent dat je minder koopkracht hebt. Je kan minder kopen met je salaris. Dus neerwaarts, met name op eigen kracht, maar zeker ook onder het IMF-programma, dat zal niet gebeuren. We moeten fundamenteel werken aan onze economische fundamenten, aan onze productiestructuur met name, om meer te produceren, om meer vreemde valuta te genereren. Maar dat is dus eigenlijk zuiver economisch, beginnend bij het psychologische wat mensen denken. Mensen denken het ergste. Dat moet je als eerste wegnemen, want anders is er geen plafond voor die wisselkoers. Die wisselkoers loopt namelijk vooral omdat mensen denken dat die gaat lopen. En het geval is dat die de volgende dag inderdaad stukjes bij beetjes omhoog gaat. Je kan het bijna vergelijken met paniek. De maatregelen die genomen moeten worden, die schijnen niet zo gemakkelijk te zijn. En toch is het iets wat we zouden moeten uitvoeren. We weten vanaf vorig jaar, toen de eerste onderhandelingen startten met de technische mensen van het IMF, dat die maatregelen in bepaalde maanden van het jaar genomen zouden moeten worden. We weten dat sommige van ze economisch zijn. Eentje heb ik niet eens genoemd. Dat is het sociaal programma. Er zou een sociaal vangnet moeten zijn met een gedegen plan daarin. Al in december gaf het IMF ons mee, kort nadat we hadden getekend met het fonds, van hé, hey, wacht even, jullie zijn, als land hebben we zo'n plan van aanpak voor een sociaal vangnet niet in place, maar het is wel, je hebt wel iets concreets nodig om de, wat we steeds noemen, mofi na wang, de mensen die niet uitkomen, maar met name de mensen die geen salaris hebben, te ondersteunen. En tot nu toe merk je van de ondersteuning die overheid te geven, met een subsidie, met name subsidie aan in brandstof. En zeer waarschijnlijk bereiken niet de mensen die steun het hardst nodig hebben. We zijn op het moment dat we ons moeten heroriënteren van is er mogelijkheid om bepaalde maatregelen opnieuw te bespreken met het IMF. Als eerste gaat het IMF kijken naar hoe zit het op dit moment, dus september 2022, met de inkomsten van de staat. Hoe zijn die veranderd vanaf januari tot nu? Is dat in lijn met de begroting, die is goedgekeurd, begroting 2022? Waar wijkt het af? Welke maatregelen wil die overheid nemen om meer inkomsten te genereren? Is die organisatie voldoende sterk om dat te doen? En met name ook van op welke manier gaat men de armoede, die eigenlijk alleen aan het toenemen is, opvangen? Want armoede is een vraagstuk die direct leidt tot eigenlijk dus een negatief sentiment, een bepaald gevoel van onmacht. En op het moment dat armoede toeneemt, krijg je steeds meer weerstand in een land tegen het economisch beleid. Ook al zou die op papier goed zijn. Dus je hebt een gedegen plan nodig om
de omvang van de mensen die steun nodig hebben niet verder te laten toenemen. Het is een grote twijfel of de overheid dat stukje wel begrijpt, want ik hoor de hele tijd personen van de overheid praten over ja, we doen aan subjectsubsidie, terwijl men eigenlijk objecten als stroomprijs, maar met name de pompprijs, blijft doorsubsidiëren, totdat nu weer een paar honderden miljoenen worden uitgegeven aan de bijvoorbeeld subsidie van diesel. En toch zijn er mensen die gewoon niet uitkomen, die steun daadwerkelijk nodig hebben. We moeten er vooralsnog van uitgaan dat er een luisterend oor is vanaf de kant van het IMF om te kijken hoe de slechtere performance van onze uitvoerders wordt meegenomen in een programma aanpassing en hoe zo'n programma aanpassing eruit zou moeten zien. Feit is wel dat vanaf nu tot aan het moment dat er weer een getekende overeenkomst is met de leiding van het IMF, het weer een aantal maanden kan duren. Ondertussen hebben we nog steeds de crediteuren, de mensen van die Oppenheimer leningen op ons dak als land. Feit is dat we dus nog steeds eigenlijk de middelen niet hebben om aan die schulden te kunnen voldoen en ook geen duidelijke plan hebben van als we dat nu niet kunnen, wanneer kunnen dat we dat wel? Er is wel natuurlijk een moment geweest eerder dit jaar waarbij er een overeenstemming is bereikt met de Paris Club. Dat is een ander type van schuld. Die vrij goed is heronderhandeld. Maar de grootste, eigenlijk is het een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Dat zijn die commerciële schulden waar er tot op dit moment geen verstandhouding in is. Het lijkt een beetje op een onoverzichtelijke situatie. Ja, en dus dit alles bewijst de organisatiezwakte van de overheid, maar waarschijnlijk ook de organisatiezwakte van het ministerie van Financiën aan de ene kant het nog steeds niet hebben van een overeenstemming met de schuldeisers. Behalve internationaal zijn er ook nationaal nog wat vraagstukken die te maken hebben met schulden die afgewerkt moeten worden. Niet voldoende capaciteit hebben in place hebben nu om de inkomsten te verbeteren. En ik bedoel dan niet dat men de mensen die reeds betalen moet gaan uitbuiten. Maar we weten als er aan de mangstof, want er zijn sectoren in het land die ontzettend goed verdienen. En waarvan je afvraagt van, maar wacht even, betaal je wel een vorm van belasting? Vele van ze betalen geen enkele vorm van belasting, maar ze hebben wel grote inkomsten per maand. Maar door politieke achterdeurtjes wordt niet bij hen aangeklopt. Maar op dit moment valt daar het geld te halen. We hebben ook in het programma aangegeven dat daar de inkomsten gezocht zouden worden. Ik zie niet dat er een plan van aanpak daarin is. Het heeft specifiek te maken hoor, met wat we eigenlijk onterecht de kleinschalige houtsector noemen. Maar vermoedelijk ook de houtsector, dus ik bedoel houtkap, er was een bepaalde veronderstelling dat grondconversie en alles rondom grond behoorlijk wat middelen zouden opleveren. Ik denk dat ze zich ontzettend daarin hebben vergist. Dus eigenlijk is nu een goed moment dat ook vanaf de kant van de overheid men opnieuw kijkt naar die maatregelen die geld zouden moeten opleveren en waarom dat tot dit moment niet is gebeurd. VES-voorzitter Steven Deby Persat met een heldere uiteenzetting over het wisselkoersgebeuren in Suriname. We hoeven volgens hem geen daling van de wisselkoers te verwachten.